Wiebe uit. Wiebe is de man die gewoon twee jaar geleden wegging uit Nederland om gewoon naar Australië te rijden en daar binnen een jaar zou zijn. Wiebe, waar ben je op het ogenblik? Ja, ik ben niet zo heel ver weg. Ik ben nu in Surabaya in Indonesië. Dus ik ben inmiddels denk ik de Evenaar over. Dat heeft al een tijd geduurd voordat hij bereikt had. Maar ja, ik ben dus goed op weg. Ja, je hebt dus één jaar, na één jaar wou je in Australië zijn. Het is nu twee jaar geworden. En maar ja, als we even kijken hier, de tocht die je hebt gemaakt, het is wel weer echt indrukwekkend. Wat een avontuur zeg. Van, je begon inderdaad in Europa, je ging naar het noorden toe. En toen heb ik eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, dat ik je uit het oog ben verloren toen jij op een gegeven moment Europa hebt gedaan. En toen ben je dus gewoon naar Rusland gegaan, Oekraïne. Waar ben je allemaal geweest, man? Ja, ik ben dus Azië ingegaan in Turkije. En op zich, zonder dat je me bij het einde van Europa het ook bent verloren. Want daarna werd het natuurlijk veel interessanter. Dus ik ben Turkije helemaal doorgekruist. Toen ben ik Iran doorgestoken. Wat echt het meest unieke land was van deze trip. Echt heel veel gave dingen meegemaakt. En mensen daar super bijzonder. Toen heb ik een pontje gepakt naar de Verenigde Arabische Emiraten. Heb ik daar een tijdje in de zandbak gezeten en ook een tijdje van werk nog, omdat ik geld nodig had om de oversteek naar India te kunnen maken. Ja, die heb ik nog gezien. Toen heb ik je daar en heb ik je nog meegemaakt. Had je het helemaal niet slecht, ja. Hè? Met allerlei rijke Arabieren heb je daar gewoon echt lol gehad. Ja, dat was fantastisch. We kwamen bij Sheikhs terecht en dat was echt één groot feest. En toen India. India was wel, dat was wel pittig. Dat was wel echt pionieren voor een beetje. Want ja, elektriciteit was er nog wel eens een puntje. En kon er soms voor uren powercut zijn. Of in sommige dorpen was er maar 10 ampère beschikbaar. Dus ja, dan zou het iets van een paar dagen duren voordat mijn auto vol was. Dus was ik de hele dag bezig met het zoeken naar een fabriek of een bedrijf waar ik dan de auto kon opladen. Ja. Op een gegeven moment heel erg veel problemen gehad met de auto. De lader, ik werd zelf nog, ik was eerst bang de dash door. Maar daar werd mijn auto in beslag genomen door de douane. En daarna ging heel veel mis met mijn auto. Op een gegeven moment kon ik niet meer verder rijden. En moest de auto op een truck worden vervoerd naar de volgende stad. En het was echt in een dorp. En ze hadden me vanuit een soort uitgegraven heuvel hadden ze die auto ingelaten in op een truck. En ik vroeg al van, jongens, ja, hoe gaan jullie zo meteen uitlaten? Ja, no worries, no worries. En toen stond ik op een gegeven moment aan in die stad. En toen was het van... ja, hoe wil je dat wij deze auto gaan uitladen? Ik zeg, ja, dat heb ik jullie in het dorp gevraagd, hoe gaan we dat doen? Ik zeg, ja, dat weten we ook niet, meneer. Ik zeg, ja, is dat mijn probleem dan? Ja, meneer, het is uw auto. Dus het is eigenlijk de verantwoordelijkheid dat die auto weer uitgeladen wordt. Dus dat was een beetje gek. Dus uiteindelijk heeft het 3 dagen geduurd voordat we die auto 1,40 meter lager op de straat hadden weten te plaatsen. Doordat we een treinstation hadden gevonden en daar konden we die auto op een soort perron uitladen en toen weer naar de straat toe. Ja, het was echt fantastisch. Ja. En uiteindelijk via Myanmar en Thailand in Maleisië terechtgekomen, waar ik een tijdje heb gezeten. En onlangs de oversteek gemaakt naar Indonesië, waar ik nu ben. Ja, geweldig. Nou, ja. Na 2 jaar ben je dus gewoon aardig in de buurt van... ik bedoel, op de kaart ziet het er best aardig uit eigenlijk, waar je nu bent. Ja. En wat is nu het plan? Want je moet een bootje gaan pakken of zo? Ja, een paar bootjes. Ik wil alle kleine eilandjes hoppen naar Oost-Timor. Dat is een land dus, dat is niet onderdeel van Indonesië. Ik had er een paar maanden geleden nooit van gehoord. Vanaf Oost-Timor ben je eigenlijk heel dicht in de buurt van Darwin. Dus vanaf Oost-Timor gaat de auto in een container naar Darwin toe. Vanaf Darwin zou ik een hele lange roadtrip starten richting Sydney, wat de finish is van de reis. Maar jezus man, je bent al 2 jaar onderweg. Heb je er niet genoeg van? Het was een jaarproject en ik vond het al best wel lang. En nou zit je er al 2 jaar. Heb je er al niet schoon genoeg van? Ja. Op zich is de doelstelling is nooit echt geweest om het in een jaar te doen. Maar dat was een beetje een voorspelling die ik ooit had gemaakt. Ik had gekeken van, nou, ik wil deze route afleggen en dan ga ik elke dag verder. En snel gewoon een beetje doorheen. Maar er kwam zoveel op mijn pad. Er kwam echt, ja, het is ongelooflijk wat ik allemaal heb meegemaakt. Dus ik dacht, ja, ik kan er beter gewoon maximaal van genieten. In plaats van dit snel een beetje afrossen. Ja. En ik ben bij Sheikhs thuis geweest. Ik heb laatst een Nederlandse jongen ontmoet die met een Maleisische prinses is getrouwd. Wat echt een ongelooflijk verhaal was in Nederland, ook in de media. Ik heb zaterdag weer een meeting met de minister. Dus het is gewoon allemaal ongelooflijk wat ik meemaak. En echt super uniek.
Okay. Dus daarom is het iets van, ja... Dus je hebt gewoon nog een naar je zin. Heb je nog de liefde nog leuk ontmoet? Nou, niet de liefde van mijn leven, maar er zijn er wel een paar. Ja, welke nationaliteiten heb je aangedaan, zeg maar? Ja, dat ga je niet tot in het detail. Zo, nee, ik hoef geen detail. Ik ben alleen maar over nationaliteiten, zeg maar. Dus welke... Dat is ook een leuke manier om een land te leren kennen. Zo zijn het Iraanse vrouwen of Indiaanse vrouwen of alleen maar gewoon Westerse, zeg maar. Dat is toch wel leuk. Nou, voor in het begin Russische vrouwen die hebben echt karakter en temperament. Die vond ik wel mooi. Maar vooral, ja, wat je ook zegt, Iraanse vrouwen. Die hebben heel veel stijl. Intelligent ook. Heel mooi, heel donkere haren, donkere ogen. En goed ontwikkeld ook. Die vond ik wel mooi. India was niet zo. Dat was echt een beetje te groot verschil. En... Azië af en toe, ja, een beetje wel iets leuks, maar dat is ook niet echt helemaal mijn ding. Maar ja, vooral Iran en Rusland was... Oké, dat vind ik hartstikke mooi. Maar goed, je bent nu stuck in, je bent nu ergens stuck in Indonesië. What the hell happened? Ja, flink ook. Het is echt ongelooflijk. Ik kwam 6 weken geleden aan in Surabaya. En toen wou ik de auto opladen hier. En toen ontplofte de lader. Dat was in één keer bam, harde knal. En dat was klote, want hij was in India dus ook al stuk gemaakt. Toen hebben we in Maleisië heel lang over gedaan om die lader te repareren. En nu ging hij dus weer stuk. Dus met de hulp van onze vriendelijke locals en een crowdfundingsactie hebben we de lader terug kunnen sturen naar Nederland. Toen bleek dat hij niet meer te repareren was. En hebben we met een autotransformer en een soort nieuwe link gemaakt tussen de tweede lader in de auto en de charge point, zodat we toch nog steeds op dezelfde manier konden laden. Dat was afgelopen vrijdag allemaal opgelost, na 6 weken struggles. Dus zaterdag ben ik verder gegaan. En het was een uurtje onderweg en ik reed achter een truck aan. En toen was er een grote plas water. En ik kon dus niet zien hoe diep het was of hoe lang het ging duren. Op een gegeven moment, ja, ik denk dat het een meter of 200 was dat ik door die plas heen reed. Oh. Het water kwam ongeveer net tot aan de onderkant van de auto. Toen ik... Ja, echt kut. En wat een ramp. Toen het bijna bedrogen was, toen begon het de BMS, Battery Management System, begon te piepen en waarschuwingsdingetjes. Dat ik hem stil moest zetten en hij reed zo niet meer verder. De monteur in Nederland gecontact en ja, kwam vrij snel tot de harde conclusie dat er dus water in de batterij zou komen. Water en elektriciteit, geen goede combinatie natuurlijk. Dus ik heb hem nog, we hebben hem de dag erna de BMS uitgeschakeld en teruggereden naar Surabaya, naar de TU hier, waar ze een afdeling hebben voor elektrische auto's. Dus die gasten hadden ernaar gekeken, maar die zeiden ja, wij hebben hier geen verstand van het systeem dat in je auto zit, dus we vinden het onverantwoord om er verder aan te gaan naar kijken of sleutelen. Dus ja, de enige manier om het op te lossen is als er dus monteurs uit Nederland overkomen om de auto te repareren. Dus dat is echt horror, worst case scenario, want het wordt gigantisch duur. Een tickets vergoeden, een verblijf en een uren die ze maken. Dus ik schat dat ik ongeveer €5.000 aan kosten heb. Valt nog mee, als je monteurs uit Nederland nodig over moet vliegen. Ja. Meer dan één. Ja, twee. De monteur die neemt zijn vader mee, wat ook een specialist is. En... Dus ja, het valt mee. Zij bieden hun uren aan voor ook gewoon een schappelijk prijsje. Dat in Nederland zouden daarom lachen om wat zij vragen. Dus ja, ze werken heel erg mee. Maar ja, voor mij, ik reis zonder geld. Dus ja, is €5.000 wel echt gewoon een klap geld. Ja. En ik heb dus net 3 maanden in Maleisië gezeten om €5.000 te sparen. Om al die pontjes en uiteindelijk de overtocht naar Australië te kunnen maken. Dus voor mij is het echt even een flinke klap. Dus ik probeer het. Ik heb nu zojuist vanavond een crowdfundingsactie opgestart. Om zo dat contract bij elkaar te krijgen. En ja, in return voor een donatie geef ik bijvoorbeeld een presentatie. Of je kan als bedrijf je logo op de auto plaatsen. Of je kan kilometers doneren. En je kan dus ook met bitcoins betalen. Dus Vincent, ja, ik heb net €1.000 nodig. Je hebt €300 geraced. Dus die van mij zit er nog niet in. Maar dat is natuurlijk bitcoin duurt eventjes. En je hebt dus gewoon 50 mensen nodig die €100 geven. En dan kun je weer gewoon die monteurs laten komen. En dan kun je weer gewoon verder naar... Want ja, je moet wel echt dat laatste stukje. Hoe lang ben je er nog mee bezig? Een half jaar of een jaar?
Ja, ik schat ongeveer 2 maanden nodig te hebben om Australië te bereiken. En dan heb ik ongeveer 6 maanden gepland voor de Australië-trip. Dus het is ja, 8 maanden wat ik nog onderweg ben. Weet je al wat je wil gaan worden als je klaar bent met deze reis, of niet? Heb je al een idee? Ja, heb je al een idee waar je heen wil? Ja, sowieso. Ja, ik heb 3 plannen eigenlijk. 3 A-plannen. En, dus het ene heeft nog steeds met evenementen te maken, waar ik dit evenement heb opgezet. Maar ik vind het ook, wat er allemaal in het elektrisch rijden wereldje gebeurt, vind ik echt super interessant. En daar word ik heel enthousiast van. Dus ik zou ook graag binnen het elektrisch rijden iets willen blijven doen. En ik heb ook nog een plannetje wat met de sociale kant van duurzaamheid te maken heeft. En, ja, maar wat wil je doen met elektrisch, wat wil je doen met elektrisch rijden dan? Ik zou graag mijn creativiteit en mijn kennis willen inzetten om elektrisch rijden te promoten of op een hoger niveau ja, te tillen. En heb je al een land gevonden waar je heen wil gaan? Dat je denkt van nou, ik ga niet naar Nederland, maar ik ga naar dit land? Ja, ik zou toch wel gewoon in Nederland willen settelen. Ik voel me daar gewoon toch wel fijn en naar al die... Zo ja, dat is echt... En het is ook moeilijk om te zien, als je nu deze wereld hebt gezien, hoe moeilijk kun je voorstellen dat elektrisch rijden iets gaat worden in India of in Indonesië of in Azië of zo. Van, kun je dat überhaupt voorstellen? Ja, ik vind het wel interessant te zien dat er echt bijna ieder land waar ik geweest ben er iets gebeurt met elektrisch rijden. Mm-hmm. En dus in India hebben ze echt hele ambitieuze plannen. Daar zijn ze echt heel druk bezig met infrastructuur en... elektriciteit daar goed neer te zetten. Maar, ja, ik heb ook echt gezien hoe moeilijk het daar is en dat de infrastructuur is al daar zo slecht. Dus ja, wie daar ook dan een infrastructuur voor elektrische auto's kan neerzetten, dat is lastig. Maar het kan eigenlijk een bijdrage aan het hele land eigenlijk, als ze dat een beetje goed gaan aanpakken. Dus, ja. Ja, ik zie daar heel veel positieve dingen in eigenlijk. En hoe is het in Indonesië of zo? Of is er nog landen die echt nog heel goed zijn, die je echt verbazingwekkend goed vond, behalve Noorwegen, maar dingen landen die wij niet kennen? Nou, Oekraïne vond ik een hele mooie verrassing. Daar wist ik helemaal niks van, maar eigenlijk in het hele land ligt al gewoon een degelijke infrastructuur. Daar zijn een hele grote groep mensen echt heel hard mee bezig. De Emiraten, daar gaat het ook keihard. Daar heb ik net de opening van Tesla kunnen meemaken. En dat was Elon Musk met een presentatie. En daar, ja, die Tesla's gaan daar echt als warme broodjes over de toonbank bij al die sheiks daar zo. Dus daar gaat het keihard. Ja. Je ziet ook, ik zie ook zulke rare dingen. In Singapore bijvoorbeeld heb ik een man ontmoet, Joe. Dat was de eerste die een Tesla importeerde naar Singapore. Die gast heeft zoveel problemen gehad. Dus, want je hebt daar we hebben de RDW in Nederland, daar is een soort gelijk. En ze hebben daar een soort test. Elke auto daar moet een soort emissietest doen. En afhankelijk van de uitstoot wordt bepaald of je een korting krijgt of dat je moet bijbetalen. En zij wisten dus niet wat ze moesten doen met die Tesla. Ze hadden nog nooit elektrische auto gezien. Dus ze hebben eerst 6 maanden hebben ze hem in hun warehouse hebben ze hem vastgehouden. En op een gegeven moment hadden ze een test bedacht. En dan hadden ze dus omdat die auto zo snel en krachtig was, hadden ze bedacht dat het zo powerful was, dat het vergelijkbaar was met een V8 motor. En daardoor was die auto dus super vervuilend en moest hij iets van $20.000 betalen aan emission tax. Ach, jongen. Auto's zonder uitlaat, dat was echt gewoon bizar. Dat soort gekke dingen, dat zie je ook nog steeds in alle verschillende landen. In Maleisië zijn er ook nog een paar voorbeelden van. Leuk. Elk land heeft zijn struggles en zijn... dingen. Nou, we gaan in ieder geval dit even iedereen oproepen, jongens. Dames en heren, even, dit zet ik aan het begin van het filmpje. Dames en heren, Wiebe is gewoon in Indonesië en is gewoon na 2 jaar helemaal gestrand. Zijn accu is zeg maar kapot en dan heeft hij 5000 euro nodig om monteurs over te vliegen. Help hem. Hoor zijn verhaal. Moet je eens even zien waar hij zit en dan is het echt gewoon iets wat je gewoon moet, waar je gewoon moet helpen. Allemaal 100 euro... zeg maar helpen om Wiebe naar Indonesië te, of uit Indonesië te krijgen en naar Australië. Oké. Ja. Hey, ik ga, weet je, voor de mensen die, heb je ook filmpjes per kwartaal of zo? Dat je een beetje, dat je, of per land of zo, dat je naar het filmpje van India kan kijken. Want je hebt zoveel materiaal. Ik weet niet hoeveel uren video jij hebt gemaakt, maar het moet gewoon gigantisch zijn. Ja, te veel. Maar ja, YouTube kun je gewoon heel makkelijk nakijken. En in de titels kun je gelijk zien over welk land of gebied het gaat. Dus het is vrij makkelijk om terug te zien
waar ik allemaal geweest ben. Ja, wat moet ik dan kijken als ik dus een jaar jou niet gevolgd heb? Welke filmpjes moet ik dan kijken? Nou, in India. Ik zou echt alle filmpjes in India kijken. En zeker eentje die heet... iets van... Bad Situation in India. Zo weet ik het exacte titel. Maar daar, de titel verhult al wel dat ik in de problemen terechtkom. Die is wel echt heel erg spannend. De video's die ik in Myanmar heb gemaakt, vind ik zelf echt heel erg mooi, omdat ik daar echt hele mooie dingen gezien heb en mooie dingen heb bezocht. En toen ook die drone had waar ik mooie beelden mee heb kunnen maken. Oh ja. Nou, we gaan in ieder geval een paar linkjes, stuur me maar een paar linkjes, dan zet ik ze er gewoon in. Maar dit is gewoon erg cool wat je hebt gedaan. Ik vind het knap dat je je gewoon zo ongelooflijk uitgehouden hebt. Hey, ik ga voor je duimen en ik ga in ieder geval ook gewoon voor je ronselen. Super, hartstikke bedankt Vincent. Dit is VB. Spelen we elkaar snel, denk ik? Nou, vast niet, maar als je me nodig hebt, dan hoor ik het wel. En ik ga in ieder geval even hopen dat, hier, dat je zo snel mogelijk die 5000 euro hebt. Jezus, ja, Mina, want dat is inderdaad wel echt... dus hier is de crowdfunding. Alright, groetjes. Oké, groetjes. Oké, dat was de recording.